Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. De eerste 15 minuten moet je doorkomen. En dan komt er steeds meer ruimte op het middenveld en achter de verdediging. En dat hebben we goed gedaan als team. Dan komt er heel veel ruimte voor een snelle buitenspeler zoals jij. Zeker. Ik had een paar mooie acties, zat lekker in mijn vel. Ik dacht niet na, ik ging er gewoon voor. Is dat een beetje het verschil met bijvoorbeeld een aantal weken geleden bij Zwolle? Toen was jij een keer door en toen kapte je maar terug en niet echt zelfverzekerd misschien. Nu, ja, vol vertrouwen leek je eigenlijk de hele avond. Ja, vorige week zat ik met de trainer. Zat ik erover dat ik niet echt lekker in mijn vel zat. Dat ik te veel nadacht wat ik moest doen. Toen gaf hij me als tip, gewoon jezelf blijven als een jonge voetballer. En gewoon doen wat je op de training deed. En dat deed ik vandaag. Bart, die zei al op de training, doet hij dit vaker van die slalommen? En jij dacht, met 0-2, ik doe het maar. Ja, ik dacht, het moet er een keer uitkomen. Dat dacht ik. Wat je op de training doet, moet je in de wedstrijd ook laten zien. En dat heb ik vandaag gedaan. Omschrijf die actie eens bij die 0-3, want je omsingelt een aantal man en dan kan je hem zo intikken. Ja, ik weet niet hoe het begon, maar ik kreeg de bal, volgens mij van Youssef. Toen rechtsback voorbij. Ik wilde eigenlijk vallen, want toen zag ik ruimte achter me, kap ik hem weer terug, andere ook gekapt en toen tikte ik hem nog net binnen. Slaat dan Ibrahimovic net het ooit in de Eredivisie? Ja, klopt dat. Ken je die niet? Ja, tuurlijk ken ik die. Ja, dat doelpunt? Ja, nee, ja, klopt. Ik blijf gewoon mezelf, zeker. Ja, maar het zegt wel wat over hoe jij dus nu in je vel zat vanavond. Ja, lekker. Gewoon niet nadenken, gewoon doen. En dan zie je resultaat. Is dat de kracht van jou, niet nadenken en doen dus? Ja, dat is echt mijn kracht, ja. Ik, vorige week, de weken daarvoor, dacht ik te veel na hoe ik mijn acties moet maken. Maar dat is niks voor mij. Ik moet gewoon doen. Jullie komen snel op voorsprong. Dat is ook, zeker in vergelijking met vorige week, denk ik heel belangrijk. Want die fase van druk hebben jullie overleefd, wat vorige week misging. Dat is wat ik net zei. De eerste 10 minuten moet je doorkomen. En dan maakt Charlie, in, geloof 4-5 minuten ligt hij er al in. En ja, dat geeft je gewoon een lekkere boost. 13 punten gepakt na de winterstop. Wat is het verhaal van dit De Graafschap na de winter? Ik denk dat we gewoon als team spelen. Ik denk dat dat het is. 1 puntje van de nummer 15 af. Wat zit erin volgens jou? Want jullie hebben een heel lastig programma wel. We moeten gewoon zo spelen hoe we vandaag hebben gespeeld. En dan zijn we oppermachtig. Zeker. Weet je, na genieten in de bus, want je hebt een weekje vrij natuurlijk ook volgende week. En hoe vaak ga je hem terugkijken? Nee, ik denk wel dat ik hem vaak terug ga zien hoor. Ja, zeker.